Zelf heb ik echt een hekel aan koffie, maar nergens ter wereld wordt zoveel koffie gedronken als in Nederland. Bijna elke bedrijfstak heeft het moeilijk in deze tijd, maar koffiebars schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook barista's zijn super populair tegenwoordig en ik ga vandaag naar barista Vincent Zwaan en misschien leert hij me wel eindelijk een goede kop koffie te drinken. Oké, Vincent, jou moest ik hebben, want jij staat in de finale van de barista kampioenschap. Ja. Wat is een barista? Een barista is iemand die zich de hele dag bezighoudt met koffie zetten. En de lekkere smaken die koffie te bieden heeft en uitzoeken hoe we koffie het beste kunnen zetten om aan de gasten te geven. Yo, ik lust geen koffie en ik zou het eigenlijk wel willen leren. Zullen we gewoon eerst een hoop koffie gaan proeven? Want misschien wordt koffie al die tijd al verkeerd voor je gezet. Denk je dat? Misschien wel. Zou het kunnen dat ik gewoon ranzige koffie heb gedronken? Het zou echt wel kunnen, ja. We gaan nu we gaan koffie proeven, zoals we dat doen. Er zijn drie verschillende koffies uit drie verschillende landen. En die gaan allemaal anders smaken, als het goed is. Dus je pakt zo'n lepel, ja, en dan slurp je die naar binnen. Godver! En die spuug je dan ook wel. Maar heb je toch niet doorgeslikt? Dan heb je toch niet geproefd? Nee, maar als je al die koffie door zou slikken, zou je veel te veel cafeïne in je krijgen. En dan trek je de eind van de dag niet meer. Slurp je het echt naar binnen. Oh, godver, het is wel echt goor, ja. Oké, wacht. Oh, deze is minder erg. Dit gaat al beter. Kenia gaat al beter? Ja, Kenia. Oké, en dan hebben we er nog eentje. Oké, Panama. Het gaat echt van kwaad tot minder erg, zeg maar. Wat is er nou zo vet aan koffie? Ja, het is een stukje smaak, dat je het zo lekker vindt. Maar het is ook een stukje het sociale. Want koffie gaat natuurlijk samen met een hoop mensen. Een hoop mensen en gezelligheid. En dat in combinatie is wel voor een hele leuke baan natuurlijk. Oké, één met een hartje, één met een beertje, ja? Kom, gaan we doen. We gaan natuurlijk die koffie maken, maar ik drink ze niet allemaal in één keer op. Ik ga gewoon even een tweetje eruit gooien. Wie wilt mijn eerste hartjes koffie? Zal ik het even voordoen? Ja. Oh jeetje. Ik ga hem even twitteren. Als mensen het hartje zien, dan willen ze meteen komen, denk ik. Beetje schuin. En dan... Oh, hij krijgt ogen zelfs. En die neus! Zo. Oh, wat vet. Ja, het is er een. Ja, ik keur hem goed als beer, hoor. Moet je deze kijken. Dit is gewoon echt een beer. Je durft het gewoon niet op te drinken. Het is gewoon te mooi om op te drinken. Zullen we zelf eentje maken? Ja, heel graag. Zo. Gaan we schenken? Ja, het komt. Heel rustig, ja. En dan ga je zakken met je kan op de rand van het kopje. Ja. Doorschenken. Dan krijg je een stip. Ja. Doorschenken. En nu trek je die recht door. En nu? Ja, je had hem bijna, hè? Stop maar. Dan wacht ik wel eerst het hartje. Oh, shit! Nou, ik vind dat dit goed is, hoor. Zie je het? Je ziet het vormpje erin. We moeten nog proeven. Ik ben benieuwd of je het nu lekker gaat vinden. Ik ben heel benieuwd. Welke ziet er nou het lekkerste uit? De beer. De beer? Of het hartje. Wat heb je meer nodig? Dieren of liefde? Dieren. Want dieren zijn liefde, heb je 2-in-1. Precies. Oké. Ondertussen zijn diverse social club vrienden op de tweet van Britt afgekomen om haar barista skills eens te checken. Oké, het idee is, ik heb koffie gemaakt en ik wil kijken of jullie het lekker vinden. Ja? Oké, hier pak er één, ik neem de beer. De rest is gewoon niet helemaal gelukt qua hartjesvormen. Het waren hartjesvormen bedoeld. Oké, jongens, cheers, mates. Cheers. Oké, ik ben heel benieuwd. Dit is best te doen, toch? Hij is lekker. Hij is best lekker, toch? Zo.